Maar we zijn dus nu in Park de Wezenlanden. En waar we vandaag eigenlijk speciaal voor komen, is iets waar je heel erg rustig van wordt. En dan hebben we het over tai chi. En wat is tai chi nou precies? Ik sta hier naast Julian. Julian, jij bent de man achter tai chi. Hoe moet ik dit zien? Is dit een school of iets dergelijks? Het is een school, ja. Wij geven lessen elke avond. En zaterdag gewoon lekker gezellig doen in het park. Elke avond, zeg je? Ja. Wat is tai chi precies? Tai chi is een bewegingsleer. Oorspronkelijk was het een vechtkunst. Maar nu gebruiken we tai chi voor gezondheid. Het is evenwicht tussen lichaam en geest. Klinkt een beetje antroposofisch. Nee, ik zou het niet mee vergelijken. De beeld van tai chi is vaak dat het heel soft is. Maar er zit enorm veel krachtontwikkeling, werken met energie in tai chi. Enorm veel werk met je gewrichten, met je spieren. Je leert anders mee omgaan met je lijf. Maar ook met je concentratie en je ontspanning. Het is een oude, traditionele Chinese vechtsport geweest? Ja, 600 jaar geleden werd het geïntroduceerd in China, uit India. Maar de vorm, dit heet de vorm, dat zijn de bewegingen die we maken, is ongeveer 300 à 400 jaar oud, wat wij nu beoefenen. En ik zie hier dus zoals die mensen die hier bezig zijn met dat een vorm van tai chi. Het lijkt me ontzettend rustgevend. Dat is het ook. Het is, je leert met tai chi mee om te gaan met allerlei vormen van stressoren. Dus je ontstress. Je leert heel goed gronden. Ja, dus je basis is goed. En je leert heel goed mee omgaan met conflicten. Gewoon in je dagelijkse leven. Dus je bent minder kwetsbaar, meer stabiel. Dus het korte lontje waar heel veel Nederlanders en ook Zwollenaren last van hebben, zou veel minder van toepassing zijn als mensen meer tai chi zouden gaan doen? Ja, absoluut, ja. Zeker weten. Ja, want nou is tai chi toch iets wat ze in China bijvoorbeeld doen, voordat ze naar hun werk toe gaan? Ja, in China, we beginnen meestal om 5:00. Ja, en dan in de parken, langs het water vooral. Dat is heel, heel prettig. En je ziet mensen ook gewoon in driedelige pakken. Ze zetten de koffer neer en dan gaan ze tai chi doen. En wanneer ben je met tai chi in aanraking gekomen? Dat was 23 jaar geleden. Mijn eerste leraar was zen-leraar ook. En van hem heb ik tai chi geleerd en zen-meditatie. Dat is het boeddhisme. En heeft dit wat te maken met boeddhisme? Nee, en zen is niet per se een religie als zodanig. Er zijn zen-boeddhisten. Het is meer een vorm van mediteren, zitten, concentreren. En het is dus niet zo dat je geen haar hoeft te hebben om tai chi te kunnen beoefenen. Iedereen kan dat dus doen. Dat heeft dus net al gezien. Dat is dus niet gelineerd aan je kapsel. Ik moet trouwens zeggen dat ik dit wel heel erg apart vind wat ik hier zie, hoor, allemaal. Hele vreemde oefeningen van mij doen. Ik sta hier natuurlijk heel erg nuchter en anders, ik denk zoals de meeste buurt thuis tegenover. Want ik zie hier twee mannen die allemaal gekke bewegingen naar elkaar doen. Maar ja, ik vraag me wel af, wat zijn jullie nu precies aan het doen, jongens, als ik even mag storen? We zijn aan het duwen, elkaar aan het duwen. En we proberen elkaar je evenwicht uit te testen. Ja, je coördinatie, je stabiliteit. Maar als ik aan duwen denk, dan denk ik gelijk van vooruit duwen of iets dergelijks. Of is dat niet? Ik denk aan kracht. Ja. Ja. Nou, dit is dus op een andere manier met kracht omgaan. Daar draait het om, meditatie? Onder andere. Het is één van de aspecten. Er zijn meerdere aspecten natuurlijk in wat we doen en wat tai chi inhoudt. Maar dit is één van de aspecten. Het is ook één van de oefenwijzes om op een andere manier met kracht om te gaan. En hier zit dus heel veel kracht in, zeggen jullie. Terwijl het er heel soft die eigenlijk een beetje uitziet. De magie van tai chi is dat je ziet dat niet van buiten. Maar het gebeurt wel van binnen. Ja, ik kan het laten zien, maar ik word wel nieuwsgierig trouwens, moet ik zeggen. Ik vind het wel heel grappig wat hier allemaal gebeurt. Ja, twee kerels in het park als ze het zo doen, dan denk je gelijk van, oh, wat gebeurt daar? Of zo. Maar dit is dus gewoon tai chi. Dit heeft dus met kracht te maken. En eigenlijk lijkt het heel soft, heel apart. Dat betekent, kan trouwens iedereen tai chi uitoefenen? Ja, natuurlijk. Dus ja. Ik ook? Ja, natuurlijk. Ja, zeker weten. Want hoe lang doe jij dit nou? 5-6 jaar. Heb je er veel baat bij? Oh, absoluut, absoluut. Ik heb veel rugpijn gehad en ik heb praktisch nooit meer last van mijn rug. Alleen doordat ik me anders ontspan,
In plaats van spanning in je rug vast te houden, het los te laten. En als je dat doet, dan gaat er een wereld voor je open. Echt. Ja, dus absoluut. Dus heel inderdaad aan, Tashi. Het is echt ontspannend en ontstressend. Ja, absoluut. Ja, het is gewoon een hele fijne manier om spanning en stress kwijt te raken. Het is gewoon geweldig. Klinkt goed. En het is volgens mij zou je zoiets moeten opnemen in het ziekenfondspakket? Oh ja, ja, ja. Zeer zeker. Zou je er veel meer zaken mee voorkomen? Ik denk het wel. Ja. Lichamelijke klachten, noem maar op allemaal. Ja, het is natuurlijk geen geneeswijze, maar het is een hulpmiddel. Een heel goed hulpmiddel. Het is gewoon geweldig. Ah, ik raad het echt iedereen aan. Ja, ja, want het is natuurlijk ontstressen, dat betekent al dat er heel veel klachten voorkomen kunnen worden. Ja, precies. Ja. Ja, dat is misschien wat voor u thuis. En u kunt dus op zaterdagmorgen rond 10:30 kunt u dit allemaal bekijken in Park de Weeslanden. En meedoen. Ja, want dat gaan we dus nu doen. René, wil jij dan de microfoon even vasthouden? Ja. Want... ik weet niet wat er gaat gebeuren, maar het is wel apart. Wat is de bedoeling, Julian? Eerst gaan we contact maken met de grond. Dus haal de knik in je knie. Hou de microfoon even goed bij je. Nee. Maak een knik in je knie. Ja. Ja, dus dat je de grond goed voelt. Ja. Ja. Nou, wat jij doet met mij, je geeft mij zachtjes een duw. Ja, en ik ga verzetten. Ja, de normale reactie in de mens is zich verzetten. Dus je geeft me een zachte duw. Ja, en dan ben ik weg. Ja. 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 In Tai Chi we leren absorberen. Ja, dus als je me een zachte duw geeft, ja, nogmaals. Oh, hey, ja. Geen weerstand. Geen weerstand, ik laat het gewoon naar mijn voeten toe. Ja. Maar ik kan ook anders omgaan. Dat ik zink goed in de grond, ja. Dat noemen we gronden. Dat dit uit de grond komt naar mijn vingertoppen. Dus als ik iemand een duw wil geven, want dit is gewoon... Nou, dat associeer ik met geweld als het ware al. Want als ik iemand zo'n duw geef, denk ik, nou, donder op. Tenminste, dat lijkt mij de eerste reactie. Nee, dit is onze spel. Dit is jullie spel. Ja, okay. Het is gewoon te testen of we goed staan. Ik kan het laten voelen. In Tai Chi, we duwen niet met je armen, je spieren. Je spieren die worden losse, volle. Ik kan je laten zien met de vingertoppen, dat vullen van de vingertoppen. Ja. Maar dat doe ik uit de grond, niet uit mijn armen. En dan kun je dat voelen. Dus gewoon lekker ontspannen. Ga goed staan, dat je gewoon goed lekker voelt. Ja. Ja, en wat ik ga doen is, ik ga mijn vingertoppen vullen vanuit de grond. Ja, en kijk hoe dat voelt. Oké? Okay? Ja, dat is gewoon bewegen. Ja. Wat ik krijg in Tai Chi is verbinding tussen mijn voeten en mijn handen. Ja, dus dat gaat om dat verbinding. Nou. Ontspan in je onderrug, ja, en je schouders. Ja, je hebt wel veel spanning in je schouders, dus laat los. Heel goed, heel goed. Nou, maak contact hier. Ja, nou, probeer niet uit je rug te duwen. Ja, ga nu ontspannen in je onderrug, nogmaals. Ja, probeer niet te hard. Ja, nou, adem rustig door. Ja, nou... Lijkt alsof je een, hoe heet dat in een auto, van die... Airbags. Airbags. Ja. Ja. Doe alsof je een airbag bent. Dus je bent ineens... Met hem erbij? Ja hoor, hij kan het heel goed. Oké. Okay. Ja, en dan ineens, je bent een airbag. Ja. 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 Maar ik moet het voelen. Jij moet het voelen, oké. Okay. Ja. Okay. Ja. Ja. Kom niet op slot. Ja. Dus in plaats van... Ja. Inkrimpen? Ja, dat is een gekke... Ja, wordt groter. Zo. Oh, ja. Ja. Dus je probeert dan, in plaats van dit, gewoon hop, dat. Ja. Dat soort gevoel. Ja. En dat heeft dus allemaal, komt dat uit die oude vechtsporten voor, dat je, je zoekt dus uiteindelijk ook een beetje dan een balans tussen iets. Ja. Tussen lichaam en geest. En je kunt natuurlijk dan ook zeggen van bij de vijand kan ik een zwakke plek proberen te vinden. Want daar komt het van oorsprong een beetje vandaan misschien. Nee, dat ging ook. We gaan niet op zoek naar. Nee, hè? We hebben eigenlijk geen vijanden. Nee. Ja, dat klinkt heel makkelijk. Maar Tai Chi, de leraar van mijn leraar, hij zei dat Tai Chi is investeren in verlies. Ja, dus je trots, je ego, dat wordt ook, dat komt niet meer in het spel. Dus als iemand op me afkomt en hij heeft een boze bedoeling, dan loop ik gewoon weg. Nou, ik vind het wel handig. Ik hou die microfoon niet meer vast. nou zitten we in een gigantische gestreste maatschappij. Ja. Het is heel veel mensen die ontzettend veel klachten hebben. René gaat het zo straks kleven weer in het programma aan. Het doet zoveel met mensen. Ik zie het ook wel hier. Het is heel bijzonder, heel rustgevend. Dat ontstressen is toch ontzettend belangrijk.
naar hen toe. Het is essentieel. Ja. Zou het heel veel klachten voor heel veel mensen thuis kunnen voorkomen, dit gebeuren? Oh, eindeloos. Ja. We werken ook met bedrijven en die hebben enorm veel baat bij. Je bedoelt mensen die 's ochtends naar werk gaan en die dan eerst stagieoefeningen moeten gaan doen? We doen tijdens de lunchpauzes voor mensen. Vorig jaar hebben we het hele jaar met de gemeente gewoon een groep gehad in de lunchtijd. En is het ziekteverzuim ook gedaald dan bij die bedrijven sinds jullie tachy-lessen geven daar? Ja, dat werkt heel goed met ziekteverzuim. Is toch super dan? Ja, het is een... Dankjewel René, ik vind het heel goed gedaan. Het is een goudmijn voor bedrijven. Is toch niet te geloven thuis? En is het heel gemakkelijk voor mensen om te zeggen, ik ga daar naartoe, ik wil het meemaken? Ja. Ze zijn gewoon gelijk, als zegt, nou, iemand zit nu te kijken thuis en zegt van, nou, daar ga ik nou zaterdagmorgen om 10:30 naartoe. Zijn er dan bijvoorbeeld ook gelijk kosten aan verbonden? Want dat vinden Zwollenaren wel heel belangrijk. Nee, dit is gewoon vrijwillig hier. Ja, natuurlijk in de gewone lessen wel. Ja, je moet ook leven. Ja, maar nee, niet hier. Dit is gewoon voor... Hoeveel leerlingen heb je? Rond de 80 in totaal, ja. Deze man is zo rustig, hè? Hij is gewoon rustgevend, niet te geloven. Heel bijzonder. Prachtig mooi. Ik durf ze bijna niet te storen, maar... Ik ga toch even kijken. Het komt niet vaak voor dat ik naar zoveel vrouwen tegelijk mag kijken. En het is wel echt heel rustgevend allemaal. Hier, ik begin er gewoon heel zachtjes van te praten. En dit zijn allemaal Chinese dames met een uitzondering daartussen. En er zit ook zelfs een man tussen. En ik ga eventjes tussen de takken door. Het is best nog wel moeilijk hoor, maar het schijnt dus dat je dit stapje voor stapje moet opbouwen. En echt contact moet blijven houden met de grond. Maar ja, dat moet ik ook met u thuis natuurlijk, hè. Ik voel me soms net Piet Paulusma, maar toch weer heel anders gelukkig. Au, staat me gelijk op de tenen. Dacht Jan, mag ik even storen? Ja. Je bent hier als enigste man tussen al die vrouwen. Nee, er komen nog andere mensen maar daar. Dat ze ook even meespelen, meesport. Meesport. Wat is Tai Chi voor jou? Tai Chi, eigenlijk... Wat doet het voor jou persoonlijk? Ja, Tai Chi is voor de gezondheid, voor beweging. Als de mensen ouder bent, dat beweging vind ik heel belangrijk. Dan wij organiseren voor die groep mensen. Nou, hier meestal is het boven de 50, maar ook iets jonger dan 50. De mensen meespelen, samen bewegen. Je zegt boven de 50. Het is een groep die ook in Zwolle steeds groter gaat worden. Alle 50-plussers. Ja. Een belangrijke doelgroep ook voor TV en Radio Zwolle. Wat zou je die mensen willen adviseren eigenlijk? Die nog niet aan Tai Chi doen. Wij die groep van toen begonnen, dat is een paar mensen, nu nog is het steeds groter. Kijk, nu is het meer dan 20 mensen. Nou, kom ik zie hier bijna, ik zie hier bijna allemaal Chinese dames, klopt dat? Ja, heel allemaal Chinese dames. Want in China doen ze dit heel veel, hè? In China is het heel populair. Dat de mensen, nou, nu is iedereen als ze tijd hebt, heel vroeg opstaan naar de parken en de beweging. Maar in Nederland is het niet zo erg het probleem, maar wij worden nog steeds groter. Steeds meer mensen willen meedoen. Is Tai Chi nou iets wat je thuis ook heel gemakkelijk kunt doen? Ja, nou Tai Chi, dat is hoef niet zoveel ruimte hebben. Als je thuis hebt zijn of in de woonkamer, kan altijd wat bewegen. Mooie weer is, kan buiten, als slechte weer kan ook in binnen. Maar het is dus voor kinderen ook heel geschikt. Iedereen kan dus gewoon Tai Chi doen. Ja, iedereen kan Tai Chi doen.